In Handhavers zijn we deze week op pad met de politie in Amsterdam. Die heeft zijn handen vol aan de scooterrijders in de stad. Al jaren zijn die een gewild object voor criminelen en daarnaast rijden veel scooters te hard. Wij proberen middels diverse motorrijders, bromfietsen, hele snelle bromfietsen en snorfietsen van de weg te halen. De controle is net begonnen wanneer agent Dennis Blij een scooterrijder binnenhaalt die zojuist met een kapotte uitlaat over de trambaan reed. Dat is je geboortedatum. Ondanks dat de man meerdere overtredingen heeft begaan, krijgt hij alleen een bekeuring voor het niet kunnen tonen van zijn rijbewijs. Daarnaast zal hij zijn scooter opnieuw moeten laten keuren. We hoorden al dat hij een lekke uitlaat had. Bij verdere controle bleek dat zijn linker voorrem niet voldeed. Daarbij kon hij niet in eerste instantie zijn rijbewijs tonen. Hij was wel in bezit. De motorrijder heeft hem hiervoor ook een procesverbaal gegeven. Maar de man heeft geen zin om de 90 euro boete te betalen en doet een wanhopige poging de bekeuring terug te draaien. Maar dat is te vergeefs. Als er een fucking boete bij komt, wat is het probleem met dat dingetje? We gaan er weinig aan doen. We proberen schappelijk uit te komen, maar ja, fuck it. Meneer, hallo. Motoragent JP heeft iets verderop een snorfietser gezien, die opvalt door zijn hoge snelheid van 50 km per uur. Maar achter me aanrijden, achter me aan. Draai maar op. Snorfietsers mogen maximaal 25 km per uur rijden op het fietspad, maar weinigen houden zich daaraan. U viel mij op met uw snelheid. Eenmaal aangekomen bij de verkeerscontrole spreekt JP de man aan op zijn rijgedrag. U viel mij op door uw snelheid. Ik rij achter u en ik rij met een snelheid van rond de 50, zelfs iets hoger, rond 50, 55 km per uur. Kunt u mij uitleggen hoe dat kan? Om vast te stellen hoe hard deze snorfiets kan, wordt de snelheid opnieuw gemeten op de rollerbank. Maar daar wordt slechts 22 km per uur gemeten en niet de 50 van zojuist op de weg. Agent JP vertrouwt het zaakje niet en gaat het gesprek aan met de man. Dan blijkt dat deze vlak voor de controle een klein stekkertje onder zijn zadel heeft verwijderd, waarmee wordt verbloemd dat er een snelheidsbegrenzer op het voertuig zit. Je hebt de begrenzer eruit gehaald en die heb je weggegooid. En waar staat de begrenzer? Waaronder? Als je erin stopt, dan gaat hij 50-55. Als ze de politie zien en gaat naar de controle, trekt ze hem eruit. Nou, dan gaat hij weer 20-22. Dat is het trucje wat vaak uitgehaald wordt. Dit mag niet, hè? Dat weet u, denk ik, hè? Ja, dit weet u wel. U gaat mij niet vertellen dat u weet dat dit strafbaar is. Dat is wel strafbaar, denk ik. Ja. En daar gaat u dus ook een bekeuring voor, hè? Maar dit mag niet, hè? Dat weet u, hè? Dit is opzettelijk de boel in de maling nemen. Snapt u wel, hè? Ja. Okay. Hoewel deze man de vermoorde onschuld speelt, is hij er gloeiend bij. Hij kan dan ook een bekeuring tegemoet zien voor het verbloemen van de begrenzer en de hoge snelheid. Daarnaast wordt de bromfiets in beslag genomen. Deze mag pas weer de weg op als hij is goedgekeurd.